Welkom bij onze nieuwe reeks van 5 afleveringen over de Belgian Bowl. Net als vorig jaar beginnen we terug met onze grote inspiratie, de Super Bowl. En gaan we stilletjes aan over, via de Belgian Bowl, geschiedenis van de tribes, over de beginner's guide van American Football, waar we jullie uitleggen waarover American Football eigenlijk gaat, zodat je een beetje mee kan, tot aan uiteindelijk Belgian Bowl 26. Maar goed, vandaag eerst onze grote inspiratie, de Super Bowl. Natuurlijk niemand minder dan commentator of hoofdcommentator bij Sporting Telenet, Jurgen Nijs. Jurgen, welkom. Dan ga ik toch even mijn glas wegzetten. Voilà. Jurgen, jij bent er in 1995 ingerold. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Het is wel een leuk verhaal, dus wel, in de tijd toen de dieren nog praten, begon ik het American Football te volgen. Toen wij nog jong waren, eigenlijk. Inderdaad, ja. Dus dat was op een maandagmorgen. Kwam er iemand op de speelplaats nog in de middelbare school zeggen van heb je die sport gezien op Channel 4 toen nog, zender die we toen nog konden ontvangen. Niemand had dat gezien, dus de volg was de week erna iedereen Channel 4 en de maandag erna was het ja, prachtige sportschoolstukken, helmen tegen elkaar knallen, dergelijke meer. En zo ben je de sport beginnen volgen. Het was heel moeilijk om dat te volgen, want Channel 4 viel dan weg. Dus er was geen American Football meer, behalve via tijdschriften, de USA Today, de krant en dergelijke meer. Tot eigenlijk Super Bowl 29 uitgezonden werd op Filmnet. En toen werd er aangekondigd, vanaf september iedere week een wedstrijd. Nu, ik had het geluk, mijn vader die had een abonnement. En waar ik vroeger om 10 uur naar bed gestuurd werd op zondagavond door mijn ouders, deed ik nu het omgekeerde. Ik stuurde hen naar bed. Ja, ouders naar bed. Ja, en ik begon te kijken naar de wedstrijden. Nu, het commentaar werd toen nog geleverd door Nederlanders. Maar ik volgde de sport al, dat was in 1995. Ik volgde de sport al van in 1984. Dus ik kende de geschiedenis al wel. En die mannen die maakten de ene fout na de andere. Zodanig dat ik na enige weken eigenlijk de mute-knop indrukte en gewoon zelf keek en zelf mijn commentaren verzon. En uiteindelijk kwam het zover dat mijn echtgenote zei van ga je nu stoppen met zagen daarover? Als je het beter kan, laat het die mensen weten. Dus het gevolg was, ik schreef een brief. Maandag was het opnieuw zagen, want het waren de Miami Dolphins, mijn favoriete team, maar ze dan ook weer onvergeeflijke fouten bij maken. En dinsdag kreeg ik opeens telefoon van Martijn Daniels. En die vroeg van, ja, we hebben je brief ontvangen en we zijn er ons van bewust dat er hier en daar wat verkeerd loopt bij dat commentaar. Wanneer kan je stil bij ons komen? Want we zouden graag eens een gesprek met je hebben om dan te zien of je er echt wel zoveel van kent als je zelf beweert. Want de kat kwam toen eigenlijk op de koord. Ik had mijzelf aangeboden als co-commentator. Ja. Maar bleek dat er op de redactie eigenlijk niemand het spel kende. En vandaar dat dan de vraag eigenlijk kwam toen ik bewezen had van effectief wel te weten waarover ik praatte om eventueel als hoofdcommentator aan de bak te gaan. Hoe volgde ik op dat moment American Football? Dat was American Forces Radio and Television Network, of AFN, om het kort te zeggen. This game is authorized under rights granted by the National Football League solely for the entertainment of our military audience. Op de radio, gewoon met de auto, in de auto gaan zitten, op de radio luisteren en proberen dat allemaal in te beelden. Hè. En dan met de wagen ergens anders gaan staan, waar je beter ontvangst had. Maar die verhalen kennen we ook, want gedaan. De winterperiode kwam eraan en wat gebeurt er? Net op het moment, and he's going for the... En een Spaanse zender ertussen en je wordt gewoon de touchdown gerateerd. Dus was om knettergek van te worden, maar op die manier volgden wij gewoon op zondagavond laat tot de nacht door American Football. Dus ik was betrokken in het American Football. Ik speelde. Voorzitter van de federatie, Maurice van Hoebroek, belt mij op en zegt John, dat lijkt mij iets voor jou. Heb jij geen zin om commentaar te geven bij American Football? Ik dacht eerst van, waar zenden die mannen dat uit? Dat wordt gewoon niet uitgezonden. Ik dacht van, ja, why not? Zo kan ik gratis een wedstrijdje meepikken in de plaats van op de radio te luisteren. En plots zaten wij samen in de auto en reden wij eigenlijk richting het toenmalige Supersport, geloof ik. Supersport van Filmnet was dat nog. Ja. Daar gaan we terug. Eerste poging voor de Broncos en meteen een diepe bal van John Elway. En die wordt opgevangen door Rod Smith. Sneller dan Eugene Robinson. De 10, de 5. En meteen wordt die gemiste field goal afgestraft.
Wat een pass van Elway. Wat een catch van Rod Smith. Touchdown Denver Broncos. 16-3. Het werd eigenlijk gewoon gekker en gekker. Wij deden een aantal wedstrijden live. We hadden er heel veel plezier mee. En plots zeggen ze tegen ons, kunnen jullie zich, dat was toen nog eind januari, ja, kunnen jullie zich eind januari vrijmaken? We hebben ons zo van, maar goed, we hebben alle twee een vaste job, eind januari vrijmaken. Waarom? Nog eigenlijk domweg, waarom? Ja. Waarom was het, Jurgen? Omdat? Om naar de Super Bowl te gaan. Ja. En ik weet nog steeds welk nummer er op de radio speelde op het ogenblik dat er gebeld werd. En heel toepasselijk was dat Living on a Dream van Right Said Fred. Dus het was eigenlijk voorbestemd. Tuurlijk konden we vrij krijgen. En meteen in de winter naar de zon. Want de Super Bowl, het was Super Bowl 30, werd in Phoenix gespeeld, Arizona. De Cowboys tegen de Steelers. En ik weet nog dat we ons hart vasthielden toen we eigenlijk waren vrij vroeg daar al. Toen was er van stand-ups nog geen sprake, maar we wilden de sfeer gewoon opstuiven. En toen had ik zo de indruk van, hier zou het ontaarden, want er was een groepje fans van de Steelers die gefilmd werden door een lokaal tv-station. En die waren aan het roepen en aan het tieren en aan het brullen van Go Steelers, go! En nog geen 50 meter verder gebeurde net hetzelfde met een groep supporters van de Cowboys. En jammer genoeg, in die tijd nog ons Europees voetbal kennende, hield ik al mijn hart vast van wat als die twee groepen elkaar tegenkomen. Maar eigenlijk... Nee, ze gingen gewoon naar elkaar toe, wensten elkaar een goede wedstrijd. Ja. En dat was dat. Het jaar erop trokken we richting New Orleans. Ja. En dat was eigenlijk... Allee, als ik het eventjes... Ik gooi het er af en toe tussen. Voor mij was dat een echt memorabel moment. Waarom gewoon? Dat was de eerste halftime show die mij triggerde. Want daar trad plots ZZ Top op. Dus wat gebeurde er? Er kwamen daar ongeveer 100 Harleys binnengerold in het stadion. De Dome, de Superdome, indoor stadion. Capaciteit 75.000, iets in die lijn. 75.000 man. Daar komen dus 100 Harleys binnengedaverd. Die hadden echt geen versterking nodig, dat kan je wel inbeelden. En dan is er eigenlijk een show, was dat toen ook, met James Brown. James Brown, de Blues Brothers. Blues Brothers, ZZ Top. Ja, het, echt waar, voor mij was het de enige halftime show die ik van begin tot einde echt aandachtig bekeken heb. En dan is het een periode stilgevallen. Dan hebben we een aantal gedaan vanuit Brussel. Ja. 33 tot en met 37 eigenlijk. Waarvan Canal Plus had toen op dat moment film net al overgenomen. En dan de laatste twee waren met VT4. Omdat Canal Plus dan eigenlijk toen... Waren het enkel nog de playoffs en de Super Bowl die getoond werden. Mm-hmm. Waaronder een memorabele laatste wedstrijd van Dan Marino. Maar daar gaan we het niet over hebben. 61-7. De enige wedstrijd waarin ik al mijn voorbereidingen heb moeten gebruiken om die twee uur vol te krijgen. En dan is er twee jaar niks geweest. En dan op dat moment was Telenet al bezig met zijn betaalzender op te zenden. Op te starten, dat was dan Prime Sport. Ja. En op dat moment waren wij ook al aan het pushen met onze... Met ons enthousiasme de mensen aan het warm maken voor die sport. En het gevolg was dat eigenlijk eens Prime Sport goed en wel gestart was, dat ook de NFL er weer bij kwam. En dat we toen Detroit gaan bezoeken zijn. Op kosten van Prime Sport om daar Super Bowl 40 te doen. Absoluut. Dat ook was, een prachtig stadion trouwens. Ja. Dat was inderdaad onze volgende reeks. Toen zijn we eigenlijk terug begonnen richting de Super Bowl te gaan. En dan is dat eigenlijk jaar na jaar geweest. Ja. Maar daar gaan we het straks meer over hebben. Ik denk dat we nu eerst een paar leuke beelden van de afgelopen Super Bowls kunnen bekijken. This afternoon we're going to play the biggest football game in the history of Western civilization. Welcome to the biggest show in sports. Welkom in Lucas Oil Stadium in Indianapolis, waar vandaag Super Bowl 46 gespeeld wordt. 46 is een heruitgave van 42. We came down here actually to see the cheerleaders yesterday, and we were going to fly back out. Ondertussen is ook Sven Tonny er komen bijzitten. Sven werkt ook voor Sporting Telenet, is er ook al een heel aantal jaren bij. Is eigenlijk onze regisseur voor de wedstrijden. Dus hij zorgt ervoor dat alles in goede banen geleid wordt. Is de man die ook zorgt dat het technisch allemaal in orde is, de feeds allemaal in orde komen. En natuurlijk af en toe, als wij niet meer goed weten wat er gebeurt, dan fluistert hij ons zo wel eens iets in. En heeft ook wel eens de neiging om...
ons wel eens proberen op een verkeerde spoor te zetten. En bij mij lukt dat natuurlijk. Sven, welkom. Geloof jij alles wat hij zegt? Laat ons zeggen dat ik het nog meestal geloof. Het gaat de laatste jaren achteruit. In het begin geloofde ze alles. Vooral Frans was er eigenlijk altijd mee weg als ik zei van... Het is het moment van een diepe pas te gooien. Dan zei Frans altijd van... Het is het moment van een diepe pas te gooien. En dan was er een rushing touchdown. Ik probeer af en toe de mensen wel een beetje, jullie een beetje op het verkeerde spoor te zetten. Dat is ook een beetje plezant. Ik weet wat er al gebeurd is. Ja. Ik heb altijd de live wedstrijd gezien, die dan iets in delay wordt uitgezonden. Dus dat is wel plezant natuurlijk. Maar goed, wanneer ben jij er eigenlijk mee begonnen? Laat ons zeggen, wanneer ben jij met het sportgebeuren begonnen? Een keer even de geschiedenis van Sven Tonny. Eigenlijk met NFL zelf ben ik... Hetzelfde begon als met EFN Radio. Ah ja, oké. Okay, in mijn bed. Okay, Ik had zo'n oud radiotje, een koptelefoontje. Je ziet alle posten af te gaan en je hoort in één keer Amerikanen die wild uit hun dak gaan. En je probeert je in te beelden wat dat is. En het heeft echt jaren geduurd voordat ik het dan ook eens gezien heb. Dus wel boeiend. Dus toen ik afgestudeerd ben, ben beginnen werken bij VT4. En ik heb het geluk gehad om via een vriend van mij... iets te kunnen bijverdienen bij, bij Supersport was dat, die begonnen toen net. Ik ben daar begonnen als monteur. En ondertussen was een van mijn grote passies NBA basketbal, dat daar ook zat. Ja. Ben ik daar beginnen te werken. En van NBA ben ik eigenlijk, toen dat de mensen die genoemd zijn, Paul en Zeger, andere dingen zijn beginnen doen, ben ik ook NFL beginnen overnemen. En heb ik jullie dan ook leren kennen. Leuke tijden gehad. En ja, ik zit er eigenlijk gehad, nog altijd. Gehad. Dank je, Sven. Best supersport. Toen hij ons nog liggen had constant, had hij leuke tijd. Nee, de tijd van supersport. En dan zijn we veranderd. Ja, inderdaad, over inderdaad, de Canal Plus en dergelijke naar Sporting Telenet, waar we nu eigenlijk zitten bij Sporting Telenet. En dan om het verhaal verder te vertellen, jullie waren altijd zeer enthousiast als jullie naar de Super Bowl mochten. Jullie hebben dan niet mogen gaan. En toen mochten jullie teruggaan, toen had ik zoiets van, ik ga mee. En zijn we dus met z'n drieën. We hadden niet zoveel takten op dat moment. Met vier eigenlijk. Met vier, ja. En dan hebben we ook eigenlijk voor de eerste keer on-site iets gedaan. We hebben een aantal promofilmpjes, een aantal trailers opgenomen die dan tussen de andere sporthuizen... Nee, dat waren gewoon de trailers. En dat waren de trailers. Ja, trailers van zondag op... Ik herinner me nog op de lift, dat jullie met de camera naar boven kwamen en wij naar beneden gingen. Ja. Wanneer hebben wij die eerste dagboeken dan uiteindelijk dat gedaan? Dat was Phoenix terug. Toen hebben we elke dag een aflevering gemaakt van 5 minuten. Waar we wel beelden van hebben. Dag kijkers, welkom in Phoenix, Arizona, de stad waar Super Bowl 42 zondag gespeeld wordt. Goedenavond kijkers en welkom in Phoenix, Arizona voor ons dagboek over Super Bowl 42. Zoals we gisteren aankondigden is het vandaag de beurt aan de New England Patriots om hun licht te laten schijnen op Super Bowl 42. En ook zij hadden een paar interessante dingen te vertellen. Het was heel plezant om te doen en ook weer niet, omdat ik eigenlijk van die Super Bowl heel weinig gezien heb. Ja, dat is juist. Wij gingen filmen, daarna gingen jullie leuke dingen doen en zat ik eigenlijk in een hotelkamer. Ja, wij interviews volgen en we hadden wel heel zwaar werk hoor. Ja. Nu, in elk geval, daar hebben we wel leuke beelden van. Meer informatie over het stadion, dat krijgt u van David Cox. Hi, I'm David Cox. I'm with Global Spectrum, the management company of University of Phoenix Stadium, home of Super Bowl 42. The stadium itself is shaped like a barrel cactus with a snake, rattlesnake coil around it. When we open the roof, it takes 12 minutes to actually open the roof. And the unique thing about our roof, we're the only arched roof in North America. And we're also the only facility in North America with a retractable roof and field. And the funny thing about opening the roof is our engineer Dave has to actually put his finger into a button and sit it there for 12 minutes. If he takes it out, the roof will start to close, just as another safety measure. Goed, even overgaan naar, we hebben al een aantal leuke momenten opgesomd die we meegemaakt hebben in onze Super Bowl jaren. Maar nu gewoon eens even voor ieder persoonlijk, ik ga met Sven beginnen. Ja. Het of de meest memorabele momenten, de momenten, dat kan wedstrijd zijn, maar dat kan ook de rond zijn. Hè. Dingen die je zegt van, ja, dat is mij enorm bijgebleven, dat zal mij altijd bijblijven, positief, negatief. Ik denk vooral de Super Bowl in Miami. De Chicago Bears tegen... Omdat ik er niet bij was? Nee, dat heeft niks mee uit te maken, maar... zoals ik met Jurgen altijd zeg, we zaten nog niet neer en er was al een touchdown gescoord. Devin Hester. Frans gebruikt het nog altijd als stemtest. Devin Hester, you are ridiculous.
Omdat er altijd gevraagd wordt dat jullie even uit jullie dak gaan voor de metertjes allemaal te goed af te stellen en de stemmen goed af te regelen. Dat is iets dat je nooit vergeet, denk ik. En dan denk je van Chicago gaat die Super Bowl winnen, maar ik stond dan... ik heb het laatste kwart langs het veld mogen staan. Dat is ook een hele beleving is in de gietende regen. Jullie zaten lekker droog. En ik heb dan die gezichten gezien van die Chicago-spelers die het veld afdrapen, teleurgesteld, Brian Urlacher in toestanden. Dat is echt wel indrukwekkend, hoe dat die mannen dat beleven. En dan dezelfde Super Bowl, ook omdat het entertainment gehaald heeft bij de Belgian Bowl, is ook belangrijk. Ik denk, Prince die Purple Rain zingt in de gietende regen. Is magisch. Dat is iets dat je niet vaak gaat zien. En in tegenstelling tot de shows van nu, die allemaal technische hoogstand zijn, was dat eigenlijk technisch een hele sobere halftime, maar hij was wel perfect. Prachtige show van Prince, maar op een gegeven moment gaat er zo'n bijna doen. Ja. En dan ligt hij zijn gitaar vast en dan wordt hij zo tegenwicht genomen. Oké, misschien dat hij maar ik heb er foto's van al sinds. Ja, als je die misschien niet kan monteren in het programma dan, en daar is dan geen haan die daarna kruipt. Ja, dat is toch. Er was weinig over te doen, maar er is wel over gepraat van, kan dit? Maar er is wel altijd... Hetzelfde is, wat we vorig gehad hebben, was het bij The Who. Ja, maar Pete Townsend... Nee, waar de klank er niet was. Ah ja, de klank, ja. Dus ook door het Nipplegate gaan ze nu gaat de halftime show 5 seconden later. Ja. En ze waren de klank vergeten op te nemen. Ja, dan zit je met een gigantisch probleem natuurlijk. Ja. Maar oké, Jurgen. Voor jou? Wel, het is eigenlijk een nek aan nek race tussen drie paarden. Er is Super Bowl 42, waarin de Giants underdog waren tegen de Patriots. Patriots die aan het perfecte seizoen bezig waren. En dan heb je die fenomenale catch van David Tyree. Manning in de shotgun, lage snap. Komt onder druk, wordt vastgegrepen en gaat hij neer? Neer? Nee, nog nee, niet. Hij blijft hij staat nog steeds recht en past dan. Staat er iemand downfield? Ja, de catch, wordt gemaakt. Is dat opnieuw David Tyree? Jawel. Wat een catch van Tyree. Wauw, en opnieuw de time-out van Coughlin. Manning wringt zich daarin 22.000 bochten. En dan de catch van Tyree over Rodney Harrison. Kijk eens aan met Harrison. Met de helm. Wat een catch. Het spijt me, je kan misschien iets zeggen over spelers die in de NFL bezig zijn, maar een derde rangs wide receiver die erin slaagt om die bal tegen de helm vast te knallen, te vallen en die bal onder controle te houden. Volgende play, touchdown voor de Giants, die dan Super Bowl 42 winnen. Er is die wedstrijd. Dan Super Bowl 43, de Cardinals die het sprookjesseizoen aan het schrijven zijn met Kurt Warner, die uit de doden herrezen is en die de Super Bowl gaan lijken te winnen, tot Santonio Holmes 5 seconden voor het einde een 5-yard touchdown pas vangt. En was hij met beide voeten binnen het veld of niet? Ik heb er nog altijd mijn twijfels over. Maar hij vangt de bal. Daar gaat de discussie op zijn. Oké, dus dat was Super Bowl 43. En dan Super Bowl 45 opnieuw met de Patriots en de Giants. Giants die opnieuw de underdog zijn. En die opnieuw met de Super Bowl trofee aan de haal gaan. Dat zijn zowat de drie die echt spannende Super Bowls waren. Want dat moeten we wel zeggen. In de periode dat wij de Super Bowl begonnen te kijken, waren het bijna allemaal blowouts. Maar de laatste jaren mogen we zeker niet klagen van het spanningsgehalte van die wedstrijd. Het is enorm. Het is soms tot de laatste seconde dat je eigenlijk echt zit te denken van hier kan alles nog, ook dit jaar opnieuw, met de Ravens en de 49ers. Soms is met een hulpje het licht uitdraaien en dan komt het wel goed. Hè? Maar ze zijn spannend de laatste jaren, in elk geval daar kan je niet over klagen. Ja. Wat mij betreft is simpel, hè. Dat is Hooters. Ja. Wat heb je anders gewerkt eigenlijk? Hè? Ja, Chaz Washboard Trio in de Spotted Cat in New Orleans. Nee, even serieus. Super Bowl 31, John Elway. 32, kijk, daar ga ik weer. Nogthans, het was voorbereid hoor. Super Bowl 32, John Elway die eigenlijk de oude lijf en leden volledig erin gooit. Vooruit duikt als quarterback om die first down op te pikken, om de drive alive te houden. Op een vierde poging, waar dat uiteindelijk dan op gescoord wordt. En dat Denver Broncos dan toch die Super Bowl winnen. En John Elway eigenlijk zijn fantastisch mooie uitreden krijgt. Goed, het jaar daarna hem nog eens te winnen natuurlijk. Goed, gaan we eens even kijken. We hebben een heel aantal zaken verzameld. Ik grijp eens even naar achter mij. Ja, wat begin je op een bepaald moment, wat begin je te doen? Je verzamelt depth charts van verschillende Super Bowls.
Op een bepaald moment neem je gewoon een plakketje mee. Dan denk je van, ik ga die beginnen verzamelen. Hangt trouwens aan de deur, zodat we weten waar we precies moeten goed, zijn. Goed, wat heb je dan nog? Ik grijp even achter mij en probeer hier wat zaken... Ja, dan zijn we beginnen kussentjes afnemen van... Wel, nee, in het begin kregen we ze nog. Ah, goed. Nu krijgen we ze zelfs niet meer. Prima, Super. Dat zijn kussentjes die de mensen toelaten om eigenlijk makkelijk te zitten. En daar zitten ook allemaal goodies in. Je ziet dat om te luisteren en dergelijke. Minder en minder werden uiteindelijk. Ja. Op een bepaald moment lagen ze enkel nog in het stadion. Wij kregen ze niet meer. Nee. Dan dacht ik van, oké, we gooien het eventjes over een andere boeg. Ja, en wat had je gedacht natuurlijk? Met wat komen we dan af? Voilà, Hooters. En dat zijn zo'n beetje mijn memorabilia geworden op een bepaald moment. Kalender van in Tempe, Arizona. Ja, die viel uit elkaar, dus heb ik die eigenlijk een tweede keer... ben ik eens terug moeten gaan naar de Hooters. Dan hadden we uiteindelijk eentje van... En dat was met veel tegenzin. Ja, absoluut. Dat. Ja. Ik bedoel, het eten is daar ook echt niet goed, hoor. Nee. Ja, je verzamelt maar, hè. Goed. Voetbal. Een ras echte Super Bowl voetbal. Paul Tagliabue. Super Bowl XL. Het is echt waar. Ik bedoel, het is gebruikt op de Super Bowl, hè? Gemarkeerd en al. Natuurlijk op de NFL Experience, niet tijdens de wedstrijd, anders had ik die zeker niet kunnen meenemen. Ja, en wat is het uiteindelijk geworden? Het enige wat bijblijft naast pins en wimpels en helmpjes en toestanden, dat zijn ook allemaal items die elke fan op een bepaald moment ook wel op de kop kan tikken. En wat schoot er dan over? En ik zie eigenlijk hetzelfde bij jou. Ja, inderdaad. Ja, moet het ook lukken? Onze echte media credentials. Ja. Dus om eens in beeld. Dat zijn deze van de wedstrijddag. Omdat eigenlijk heb je er twee. Je hebt er één voor de week. De week. Dus om naar alle persconferenties te kunnen gaan en dergelijke meer. Maar dat we de Beyoncé's zien en dergelijke meer. Maar die zijn niet zo belangrijk natuurlijk. Nee, absoluut niet. Maar die van de Game Day, die is echt wel. Ja. En wat er nu het laatste jaar op staat, jullie kunnen dat waarschijnlijk niet zien, maar ik zal het zo wel zeggen, dat is. No field access. Yeah. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken omdat John de laatste jaren eigenlijk telkens mee met de camera het veld opging. Een memorabel moment trouwens. Uiteindelijk is geslaagd om mee bij die trofee-uitreiking op het veld te komen. En ja, dat is een immense belevenis. Maar ja jongens, ik weet niet of dat jullie dat een beetje kunnen zien. Maar... Is het de eerste? Ja, dat was de eerste. Zo zagen we er toen uit. Wat ik ook altijd meeneem, jij hebt het over de rosters. Ik heb ook telkens het Super Bowl programma mee. Dus dat is die van het afgelopen jaar, Super Bowl 47. Maar wat ik beginnen doen ben, er is ook telkens een memorabilia beurs bij een Super Bowl op die NFL Experience. En daar ben ik beginnen zoeken naar oudere exemplaren. En zo ben ik nu eigenlijk al aan nummer 11 toegekomen. Dus ik heb alle Super Bowl programs van de 11e tot en met de 47e nu. Maar nu beginnen ze wel een beetje duur te worden, want $150 voor een boekje. Dat is toch wel een beetje van het goede te veel. Maar in elk geval, ik heb er toch al een heel deel. En het is altijd leuk om dan het seizoen te overlopen. Kijken welke spelers zich dan in de kijker gespeeld hebben en dergelijke meer. Maar je ziet ook, de dikte van de boekjes is ondertussen ook al behoorlijk veranderd. Er wordt ook al meer verteld. Nu is het eigenlijk een echt boek en vroeger was het echt een programma. Dus, maar het is ook wel leuk om die bij te houden eigenlijk. Wel Jurgen, ik denk als zo goed als afsluit van dit programma en als overgang naar de volgende, dat ik jou mag bedanken voor je bijdrage. Ik graag gedaan. Hoop dat het voor de kijkers een aangename uitzending was. We hebben veel gebabbeld, maar jullie hebben ook veel beeldmateriaal gezien. En dan gaan we nu stilletjes aan over in de volgende aflevering naar de Belgian Bowl. Eigenlijk, je hebt onze grote inspiratie gezien. Volgende week zie je de Belgian Bowl. Maar voor we dat tonen, heb ik inderdaad nog een verrassing. En kijk zeker elke week, want elke week opnieuw zal ik ervoor zorgen dat jullie eigenlijk iets kunnen winnen. En het zal de persoon zijn die het snelst reageert, die de prijs in de wacht sleept. Dankjewel. Elke aflevering geven we ook enkele prijzen weg. In onze eerste aflevering gaat het om een Super Bowl program. En ook deze gesigneerde poster van de Patriots Cheerleaders. Wat moet je hiervoor doen? Je gaat gewoon naar onze Facebookpagina. facebook.com/Belgian Bowl. Daar post je
Eerst wedstrijd en dan het antwoord. De eerste die het juiste antwoord plaatst, die krijgt de prijs. En we gaan gewoon in volgorde verder. De eerste krijgt de Super Bowl program, de volgende krijgt de poster. Nu, wat is de vraag voor de eerste aflevering? Welke Super Bowl hebben Jurgen en ik samen voor het eerst becommentarieerd?